Enzo Knol, NOS Jeugdjournaal, heel groot. Ja. En een creator die heet Don. Vorig jaar was Coolblue het beste. Die vind ik heel interessant, want die doen echt product reviews. Geen klant van ons, was het maar waar. Als je het over een trend hebt, zij zitten nu met chapters, hoofdstukken. Hoe lang kijkt men procentueel? Als dat boven de 50% is, dan zit je eigenlijk goed. Hoe lang kijkt men absoluut? Hoe langer, hoe beter. Wat we heel erg zien is dat mensen steeds meer op de tv kijken. Shorts. Dus die kleine TikTok-kloon. Ja. Trailers. Trailers doen het heel goed. En dan als laatste heb je nog self-development. Yoga voor beginners. Van harte welkom bij 7D-TV en leuk dat je kijkt. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Samen met Team 5PM, het YouTube-bureau voor uitgevers en merken, maak ik de interviewserie The Future of YouTube, waarin ik praat met uitgevers en met merken over hoe zij online video en met name ook YouTube inzetten. Maar soms is het ook leuk als je zo'n serie maakt om met iemand van Team 5PM zelf te praten, want zij weten dingen. En die wil ik weten. Bij mij een van de oprichters van Team 5PM, Peter Minkjan. Peter, van harte welkom. Ja. De derde keer, hè? De derde keer, ja. Een trilogie. Ja. Wij gaan het vandaag over een aantal dingen hebben. Maar eerst eens even over Team 5PM. Hoe is het ermee? Ja, het gaat hartstikke goed. We zijn heel druk. We zijn snel aan het groeien. Ook deze zomer nog door. We hebben zelfs een klant een keer moeten weigeren qua productie. Dat doen we nu ook er helemaal bij. Want jullie behoren natuurlijk tot de groep bureaus die gewoon enorm hard groeien. Ik bedoel, de expertise van YouTube-strategie en hoe je dat is natuurlijk booming. Ja, we zijn dus 3 jaar geleden begonnen met z'n viertjes. We zitten ondertussen, ik zag de laatste cijfers, met 80 man. Vorig jaar mei zijn we begonnen met Studio Catwise, een eigen productiestudio. We deden al veel adviesklussen. En toen zeiden ze, nou, deze video's moet je maken. En toen zeiden ze, oké, maar ken je dan een goede producent? Ja. Dus toen zijn we samen met Frank de Wit van Endemol zijn we daar mee begonnen. En toen hadden we eigenlijk 2 merken, 5PM en Studio Catwise. En toen dachten we begin dit jaar, na 1 jaar Studio Catwise, we doen het onder de naam Team 5PM. 1 merk, 1 organisatie. Ook makkelijker voor klanten, intern alles. Ja. En sindsdien zie je eigenlijk dat het eerst verspreid was, maar dat mensen nu ook doorhebben dat we best wel groot zijn ondertussen. Ja, en waar ben jij, zeg maar, dat je de hele week mee bezig? Hoe zit jouw takenpakket eruit? Want je bent 1 van de founders. Ik ben 1 van de founders en we waren met z'n 4, dus nu met z'n 5 met Frank erbij. Ja. Ik heb nu de term Chief Product Officer. Dus ik niet de algemene zaken, niet de financiële zaken, maar echt inhoudelijk. Dus ik hou me met de grote uitdagende nieuwe klanten bezig. Productontwikkeling, innovatie. Dus echt, ik noem me soms wel eens de nerd van het bedrijf. En dat mag ik dan heel leuk, heel de hele dag doen. En dat vind ik echt heel gaaf om te doen. Want er gebeurt veel. Jullie doen, en daar wil ik het met jou in deze video over hebben. Jullie doen steeds meer data-onderzoek. Ja. Grootschalig data-onderzoek. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Ja. Maar als het goed is, weet jij daar dingen van. Ja. Dus nou, daar gaan we. Vijf vragen heb ik. Oké. Vijf vragen. 1. Welke content is populair? Dus dan gaat het over populairste video's, creators, formats, genres, categorieën. Welke content is populair? Ja, ten eerste zie je dat muziek en entertainment ontzettend populair is. Dat blijft het ook. Gaming daarnaast ook. Maar als je wat dieper inzoomt, wat zijn nou de Nederlandse creators? Want daar heb ik nu echt even naar Nederlandstalige content. Ja. Dus Nicky Tutorials Engels valt er niet in. Aha. Advertentie wordt ook veel uitgehaald. Dan zie je eigenlijk welke creators zijn nou het grootst. Nou, dat is in Nederland de top 3 van 2020 was Enzo Knol, NOS Jeugdjournaal, heel groot. Ja. En een creator die heet Don. Enzo Knol. Doelgroep jongeren. Toch eigenlijk? Ja, jonge kids bijna toch? Of jongeren? Enzo Knol. Na sponsoren zal hij zeggen waarschijnlijk 16 tot 24. Ja, ik gok dat het wat jonger is. Mijn dochter van 7 kijkt ook wel regelmatig naar dat soort zaken. Maar die had iets van 160 miljoen views in een jaar tijd, in zijn eentje. Ja. Als je kijkt naar de eerste 9 maanden van dit jaar, is Enzo Knol nog steeds grootste. NOS Jeugdjournaal ook. Maar de derde is Veronica Insight. Is van Talpa. Dus de Johan Derksen en andere zaken. Die zijn eigenlijk enorm aan het stijgen. En zegt dat iets over de kracht van hun content of over het verschuiven van de doelgroep naar ook oudere leeftijd op YouTube? Beide combinaties. Zij doen het heel slim. Ze mogen nu denk ik ook iets meer van Talpa. In het begin was het echt een paar minuten. En dan angst voor cannibalisatie met Kijk.nl en RTL XL. Nou, al die discussie heb ik ook jarenlang moeten voeren daar op Mediapark. Zij zien ook steeds beter wat scoort, wat goed gaat. En zij begonnen eigenlijk zonder archief, want het archief bleef bij RTL. Daarna kreeg Talpa natuurlijk, dus zij kunnen nu ook weer terugverwijzen naar oude afleveringen, want ze hebben ondertussen een enorm archief. En dat doen ze heel slim om ook dat archief in te zetten.
En wat je ziet is, nou, ze zijn ook de hele zomer doorgegaan. Dus met volgens mij was dat oranje zomer of zo. Ik weet niet. Dus je ziet ook dat eigenlijk qua content en dat ze het steeds beter doen, zie je eigenlijk groeien. Dat is sport dus eigenlijk. Ja, dat zie je heel erg populair. Als je dan kijkt naar de merken die het heel goed doen, dan heb je. Nou, dan moet je eerst heel veel adverteerders uitfilteren. Want dan zie je allemaal één video met 5,6 miljoen views. Dat is dan een commercial. Dat is dan een commercial. Er zit heel veel budget achter. Ja. Dan zie je ook bijna geen engagement. Maar dan vorig jaar was Coolblue het beste. En die vind ik heel interessant. Want die doen echt product reviews. Geen klant van ons. Was het maar waar. Dus bij deze een oproep dan? Als zij nog beter willen, wel. Ja, zeker. Ja. Maar zij doen het altijd echt in de how-to, in de help, zoals jij dat noemt. Nou, wat zij doen is wel helpen. En dan doen we klanten, maar ook heel veel product reviews. Aha, ja. En dat is eigenlijk ontzettend interessant. Spannend. Zo heb ik hier mijn hele studio ingericht. Ja. Ik heb echt letterlijk al mijn kennis hier van camera's, lampen, alles van tutorials of reviews op YouTube. Ja, dat zie je steeds meer. Dat mensen echt YouTube gebruiken ook echt voor aankoopadvies. Ja. Naast wat voor merken twee dingen heel belangrijk zijn of heel interessant zijn. Dat zijn instructies, dus how-to's. Nou, dat doen we met onze klant Gamma, met andere klanten. Hoe moet ik isoleren, dak isoleren? Aan de andere kant, wat je heel sterk ziet is hoe mensen zoeken, is dat ze reviews willen doen. Willen zien. Zeker grotere aankopen, elektronica, gadgets. Ja. Maar de populairste reviews, daar heb ik net nog even gekeken, dat zijn twee auto's. Dat is de Polestar 2 of 2. Review willen mensen zien, daar zoeken ze echt op. En de Skoda Enyaq, als ik het goed heb. Ook zo'n elektrische auto. Dan willen mensen met elektrische auto's... Ja, ze Ioniq 5 is nu ook... Ioniq 5, ja, die doet het ook heel goed qua reviews. Dus zeker qua... Grotere producten gaan mensen reviews kijken. En dan gaan ze versus en andere zaken doen. Maar of bij een elektrische auto, hoe ziet het interieur eruit? Ja. Welke kleuren zijn er? En ze willen eigenlijk gewoon bevestiging dat ze de juiste koop hebben. Ja, ik vind nog wel, maar ja, we dwalen enorm af dit. Maar ik vind die reviews nog wel heel erg klassiek ingericht. Ik ben altijd, 8 van de 10 dingen hoef ik niet te weten, weet je wel. Ik hoef er geen 3 kids in en ik hoef die bagageruimte, boeit me ook. Ik wil software. Ik hoor hoe die software, dat is het shit, wordt nooit behandeld. Nee, klopt. Dat zijn wel interessante dingen. Maar daar zit YouTube, als je het over een trend hebt, zij zitten nu met chapters, hoofdstukken. Ja. En die zitten ook op je mobiel, in de zoekresultaten. Ja. Als jij software en je doet het slim... Dan maak je ook een onderdeel voor software. Ja, leg even uit hoe simpel, want ik maak daar dankbaar gebruik van op CVD ook. En dat werkt als een tierenlier. Maar chapters, leg eens uit wat het is. Ja, chapters zijn dus gewoon hoofdstukken, onderdelen ervan. Ja. En die kun je gewoon noemen. En die kun je zo inrichten door gewoon een tijdscode in toe te voegen. Gewoon onder 0, je beschrijving, je ziet hieronder altijd het begin met 000, want anders is... En dan geef je gewoon titel. Dus als je een how-to hebt, is stap 1 dit, stap 2 dat. En dan zet je minuten voor. Dus 003.11 is 3 minuut 11. En dan tekst je erachter. Ja. En YouTube maakt daar chaptertjes van. Clickable chaptertjes. En dan kun je dus eigenlijk met één video kun je op veel meer dingen ranken en zien. En dan indexeren ze ook verschillende onderdeeltjes, die chapters erin. Ja. En dan klik je erop en dan kun je dat doordoen. Ja, en je moet eens naar Google resultaten kijken. Als je dan terugkomt daar, dan heb je al pagina's voor jou. Ja, nee, inderdaad, maar dan heb je de halve pagina. En dat zie je dus. Zeker als jij er bovenin bent, dan neem je, en op je mobiel, dan neem je gewoon ontzettend veel real estate op de screen op. Ja, real estate op de screen. Ja, screen estate heb ik ook wel eens gehoord, ik zat even te twijfelen. Maar zo, dan kun je dat doen. Nou, dan geven we ook nog advies hoe je met de landingspagina's ook nog kan scoren. Nou, dan kun je eigenlijk, we zeggen altijd wel smart brands rank twice. Dan doe je het met je video kun je ranken. En met je landingspagina. Ja. En dan krijg je enorm veel verkeer vanuit zoeken. En dat is voor veel merken. Nou, zeker met die merken die een grotere, langere oriëntatiefase hebben, is dat heel interessant om daarin te zitten. De best presterende lengte. Dat is grappig. Die heb ik nog niet voor 2021, maar wel van 2020. Ja? Wat je ziet, 10 tot 11 minuten. Oh, dat is korter geworden dan, of niet? Nee, want het was eigenlijk, normaal gesproken zag je altijd die onderzoeken dat het 10 tot 16 minuten is. Yeah. Maar echt, en dat is altijd per 5 minuten dan ingedaan. We hebben gekeken op minuut nauwkeurig. En dan heb je 10 tot 11 minuten. Want heel interessant is dat je van 8, 9 minuten opeens zo omhoog. Zo zie je dan, en dan blijft het 10 tot 18 minuten blijft heel goed, heel hoog qua views. En ook qua engagement. En na 20 minuten neemt het weer iets af. Ja. Maar dit geldt, kijk, ik zit natuurlijk een beetje... Ik zit alles wat jij zegt te projecteren op mijn eigen YouTube-strategie natuurlijk. Ik zit natuurlijk in een niche-niche. Ja. Dus ik merk ook dat ik bijvoorbeeld... Als ik bijvoorbeeld een topondernemer heb... Ja. En die vindt iedereen vet cool. En dan krijg ik heel veel complimenten van... En die duurt soms wel 30 minuten of zo. Ja, dan laat ik hem gewoon lopen. Want dat is gewoon een tof gesprek. En dan krijg ik best wel veel reacties. En dat zijn dan misschien, weet ik veel, 1000 views of zo. Ja, ja. Maar ik krijg wel, zeg maar, relatief veel reactie van mensen. Ja, normaal wil ik eigenlijk kortere video's. Maar nu vind ik echt tof, want het is zo boeiende kast. Dan doet het goed. Maar als je dan teruggaat naar hoe het algoritme werkt, zijn eigenlijk 3 elementen die je zou kunnen kijken. Klikken mensen erop, dus de click-through rate.
Dus een interessante thumbnail. Nou, dat is met mij een probleem met mijn gezicht. Maar ja, we gaan er wel wat van maken. Maar dat is, daarom zie je ook vaak die emoties. Oh, ja, maar daar ga ik niet aan meedoen. Nee, daar moet je zeker niet meedoen. Maar het moet er gewoon overeenkomen. Ja, thumbnail, ja. Ja, thumbnail is heel belangrijk. Dan is het, hoe lang kijkt men procentueel? Ja. Nou, als dat boven de 50% is, dan zit je eigenlijk goed. Ja. En dan hoe lang kijkt men absoluut? Dus dan hoe langer, hoe beter. Want YouTube geeft dus ook video's, bevelen ze vaak aan waar mensen op klikken en waar mensen lang naar kijken. En dan ook nog, wat ze nu steeds meer meenemen, is negatieve feedback. Dus als heel veel mensen het rapporteren, ja, dan zul je zien, ja, dat proberen ze vooral de extremistische content weg te halen. Mm-hmm. Wat brand safe te houden. Dan zie je dat je eigenlijk heel goed zit. Als je dan boven de 4 minuten in absolute lengte zit, langer dan 50%. En dat de click-through rate ook heel hoog is. En wordt dat per losse video beoordeeld in het algoritme of ook per channel? Je hebt als je 3 elementen ook weer in het algoritme. De videoscore, hoe doet de individuele video het? En daar kan je een uitschieter hebben. Dan heb je eigenlijk de kanaalautoriteit. Dus jij met een enorme database aan interviews scoort beter waarschijnlijk dan als ik nu in mijn eentje een kanaal begin. Of mijn neefje of wat dan ook. Ja. En als derde, en dat is dan in YouTube search, wat is de context? Dus als iemand dak isoleren, staat dak isoleren in titel, spreken mensen erover. Met kunstmatige intelligentie kan YouTube nu ook steeds beter zien, staat er een dak op het achtergrond, bij wijze van spreken? Is het in schuin dak? Staat het in de thumbnail? Kun je ze allemaal uitlezen. Dus, en dat is die context, die is vooral van belang als jij weinig views hebt. En later neemt eigenlijk de videoscore en de kanaalactiviteit steeds meer in belang toe. Want wat je bijvoorbeeld ziet is dat Dylan Hagens ook heel populair is. Staat ook in de top 10. Komt op CVD. Komt op CVD? Ja. Nou, kijk. Qua context valt het helemaal best wel mee, zeg maar, ook goed. Geen tekst en dan een beschrijving. Maar die mensen, er zijn doelgroep, nou, waar mijn dochter ook eentje van is, die kijken heel lang en andere zaken. Dus dan ziet YouTube, dat is een signaal van, hey, dat is een goede video. Die bevelen we vaker aan. Ja. Ja, dus, helder. Ja. Wat is het gemiddelde aantal views en engagement rate? Nou, daar heb ik het eigenlijk al over. Ja, views. Gemiddelde views. Nu heb ik het hier opgeschreven. Ja, dat is. Vorig jaar was het 16.200 views gemiddeld. Exclusief muziek. En 80,2% van alle Nederlandstalige video's had maar meer dan 1000 views. Nee, had minder dan 1000 views. Dus er wordt enorm veel videocontent geüpload die helemaal geen 80% heeft minder dan 1000 views. Ja, ja. Ja. Kijk, als je een kleine ondernemer bent en je hebt 1000 views, maar daarmee beïnvloed je wel de aankoopkeuze van 1000 mensen. Ja. Ja, dan is dat eigenlijk een ontzettende goede investering. Dus alleen naar views kijken is niet echt van belang. Maar als jij maar een paar procent heeft, dus meer dan 100.000 views. En dat moet je ook soms wel als je naar klanten toe gaat. Dan zeg je, meer dan 5000 views organisch over dit onderwerp is echt heel goed. Ja. Want hier komen mensen op en andere zaken en hoe je dat mee doet. Maar dan vergelijken ze dat met de meest populaire video's die je maar aanbevolen krijgt. Met Enzo Knol. Ja. Ja, nou, ja. En voor merken is het vaak hoeveel mensen beïnvloed jij. Dat is eigenlijk, vind ik, het belangrijkste voor merken. En dan als dat er 200 man zijn, maar die komen wel daarna bij je en zijn een loyale klant. Ja. Dan is het zo moet je denken. Ja. 2 dingen nog. Welke content trends zien we? Ten eerste op het device. Wat we heel erg zien is dat mensen steeds meer op de tv kijken. Aha, connected TV als bron. Connected TV of met de Chromecast of met de dongle, wat dan ook. Ja, ja. Dat is een trend. Andere kant, en daar hadden we de vorige keer over. Wat je nu heel erg ziet is shorts. Dus die kleine TikTok-clone. Het wordt heel erg gepusht. Dus je hebt een soort first mover advantage nu. Maar wat het ook heel erg oplevert, en dat zien we bij klanten, dat het soms duizenden abonnees oplevert nu. Oh, ja. Hoe komt dat? Want als je eenmaal gepusht wordt en je doet dat, er zit een enorme subscribe button rechtsonder. Ja. Dus misschien zitten mensen met een aardappelvingers dan en dat ze dat doen. Maar je ziet dat dat heel veel doet. Als je wil monetizen, dus advertenties, dat kan nog niet. Want er zijn nog geen advertenties tussen. Dus dan moet je het niet doen. Moet je ze van thumbnail voorzien? Nee, dat kan. Maar die zit alleen op de desktop. En 99,6% of zo hadden we analyse van shorts wordt op je mobiel. Dus niet. Dus wat je moet doen, praktisch advies, thumbnail hoeft niet, mag wel. Zet shorts in je titel, want dan word je in het algoritme. En plaats meerdere shorts achter elkaar. Want YouTube heeft even nodig om jou in het shorts algoritme te stoppen. En dan in die shorts feed op je mobiel. Dus dat wordt heel erg gepusht. En als je dat goed doet, dan... en het kan max 60 seconden doen. Ja. Hou 58 seconden aan, want op een of andere manier zet ze 1 of 2 seconden bij. Ja. En hij
als die langer is dan 60 seconden, dan is het opeens geen short meer. Nee, dan wordt hij als normale video gezien. Ja, wordt hij als normale video en wordt hij nooit aanbevolen omdat hij verticaal is. Dus... Ja, ik probeer ze nu consequent te gebruiken als een soort ankylers voor de interviews. Ja, zeg maar. Nou ja, dat is wel grappig, want dat soort dingen werken vaak niet. nee, want wat het is, dat doen ook veel klanten van ons. Hey, kunnen we daarmee de lange video's promoten of onze campagne? Niet dus. Nee, het moet een story on its own zijn. Yeah. Mensen... hoeveel engagement levert het op, dus hoeveel kijktijd heeft het. Ik was sceptisch. Qua views en bereik kan het nu echt veel doen. Ja. Zeker omdat je ziet dat er eigenlijk meer vraag is dan aanbod. Zeker Nederlandstalig. Dus als je dat goed doet, kun je nu daar heel erg van profiteren. Nou, en vraag dan ook maar Dylan Hagers. Die heeft dan een apart shorts kanaal opgezet. Aha. Dat zou ik niet adviseren voor de meeste klanten. Want dan moet je het eigenlijk weer pushen vanuit andere kanalen. Ja. Zet dat gewoon op één kanaal. Laatste, hoe gebruik ik mijn YouTube search? Hoe merken erop zouden kunnen inspelen? En welke video's scoren goed in de Google zoekresultaten? Daar merk ik met name heel veel profijt. Ja, dat is ook een dataset die we ernaast hebben. Naast dat van de prestatie van alle video's. Hebben we gekeken naar waar rankt YouTube in de Google zoekresultaten. Ja. Er zijn een aantal, als je dan kijkt naar zaken die erachter zijn. Ten eerste, muziek doet het heel goed, clips. Ja. Heel goed, maar waar nog een kans ligt is, waar mensen op zoeken, is thematische muziek, zoals slaapmuziek. Muziek om te concentreren. Die zijn heel populair, er zit nog weinig concurrentie op. Wat je daarnaast nog hebt is entertainment, oude beelden, nieuwe beelden. Mensen kijken vooral naar achtergrondbeelden. Dus in dit jaar was Peter R. de Vries beelden. Dat was echt eentje die enorm goed deed. Wat wel grappig is, wat je daarnaast ziet, is dat YouTube ook soms op... hele algemene termen scoort. Als je nu muziek intypt, staan er bovenaan video's. Als je padel intypt, staan er ergens op de plek 3 video's. Ja. Ook een hele populair 10-minute timer. Dat zoeken mensen vaak. En die video, die kwam het heel goed. Dus misschien moet je Nederlandstalige video's van maken daarbij. Wat we daarnaast nog hebben is 2 heel interessante voor merken. En dat gaf ik net al aan. Of mensen willen instructies, dus how-to's. Ja. Of ze willen reviews of aankoopadvies. Ja. En die dingen die zijn vaak dan nog langer, die video's, dat je dat kan doen. Ja. En dat je dat meedoet. Dus daar zou je op in kunnen spelen als merk zijnde. Dus ik wil even kijken of er verder nog iets. Ja. Sport is natuurlijk highlights of live. Ja. Kijken mensen. Oh ja, wat we nu heel zien, trailers. Trailers doen het heel goed, maar dan niet alleen van films, bioscoopfilms. Die zijn opeens natuurlijk weer een enorm probleem. Mensen kijken, dat is eigenlijk ook een soort aankoopadvies. Moet ik hier naar kijken. Maar ook van series. Trailer van Netflix-series, Videoland-series zien we. En wat nog misschien wel populair is, trainers van games. En dan als laatste heb je nog self-development. Yoga voor beginners. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in YouTube en hun kanaal willen verbeteren, uitbouwen of doen groeien, denk ik dat dit behoorlijk relevant was. Dankjewel Peter Pink-Jan. Alsjeblieft. Voor dit gesprek. En wil je meer kijken, blijven verhangen als je op YouTube zit. Zometeen 2 nieuwe video's uit deze serie. En heb je geluisterd naar de podcast, abonneer je vooral. Dan kun jij nog veel meer luisteren wanneer en waar je maar wil. Voor nu, dankjewel. Hoi.